Hallo allemaal, ik ga jullie vandaag wat vertellen over zinsontleden. We beginnen met het zoeken van de persoonsvorm. Wil je de persoonsvorm vinden, dan maak je de zin vragend. De persoonsvorm komt dan vooraan te staan in de zin. Als we deze voorbeeldzin gebruiken, mijn neefje heeft het cadeautje uitgepakt, dan gaan we hier de persoonsvorm zoeken. Als je deze zin vragend maakt, staat er, heeft mijn neefje het cadeautje uitgepakt? Heeft staat vooraan en is dus de persoonsvorm. Als tweede gaan we op zoek naar het onderwerp. Het onderwerp is degene die iets doet in de zin. Degene die de hoofdrol speelt. Dit kan een mens, een dier, een ding of een plant zijn. Mijn neefje heeft het cadeautje uitgepakt. Wat is het onderwerp? Wie speelt de hoofdrol? Uiteraard mijn neefje. Mijn neefje is het onderwerp. Als derde gaan we op zoek naar het gezegde. Het gezegde zijn alle werkwoorden in de zin. De zin was... Mijn neefje heeft het cadeautje uitgepakt. Heeft is de persoonsvorm en hoort dus bij het gezegde. Zijn er nog meer werkwoorden in de zin? Inderdaad. In de zin mijn neefje heeft de cadeautjes uitgepakt, is heeft een gedeelte van het gezegde en uitgepakt een gedeelte van het gezegde. Tot slot gaan we op zoek naar het leidend voorwerp. Het leidend voorwerp is het antwoord op de volgende zin. Wie of wat plus het gezegde plus het onderwerp. Wie of wat heeft mijn neefje uitgepakt? Het antwoord is het cadeau. Het cadeau is het leidend voorwerp. Een kleine toevoeging. Niet in elke zin staat een leidend voorwerp. Goed gedaan. Veel succes met de opdracht.